Ik zal me even voorstellen, ik ben meneer Roch. Er staat een voorlezing op, meneer Roch. En ik heb een bedrijf hier in Deventer, op het industrieterrein, een viswinkel. En daar kun je ook eten. En er zit ook een kookstudio bij. Zijn van Scheveningen zijn we naar Deventer gekomen. En daar is we over gaan, de juk gaan lopen. Kijk, juk, daar zit je op. En er komen twee emmers aan, links en rechts. En dan ging hij langs de deur. En begon hij in Zutphen, samen met zijn broer. En daar is hij met haring gaan schoonmaken. Dat zijn twee emmers. Dan hadden ze een grote zak bij ze en dan waren ze haring aan de deur bij de mensen. Nou, opa was de jongste broer, die zegt de oudste broer, ga jij maar een deurtje verder. En van Zutphen komt Deventer. En van Deventer, en hier zijn wij gebleven. Maar altijd heeft mijn opa haring gegeten, elke dag. Ja, elke dag een haring. Mijn opa is ook 102 geworden. Ik heb allemaal spulletjes al op tafel gezet. Wat is nu de bedoeling? We gaan allemaal de hapjes maken. Moet je even kijken wie wat gaat doen. De eerste hapje is met de pilja, met die blaadjes. En dan kun je een stukje haring op doen. En dan kun je versieren. Daarop staat ook een stukje appel, kamboen. Je kan er van alles op doen. Ja, je zal niet verder hebben. Ja, dat staat ook. Stijn Bergman. Oh, joh. Nee. Moment, dat is ook. Ik druk hem op een bakje. Ja, dat is ook. Zie, leg me zo. Mag ik een servetje? Yes! Dan gaat de appel niet verder. Nou, ik ga het even niet schudden. Wat moet jij hebben? Ja, ik heb een heel klein. Jij wel, dat is heel klein. Heel, heel, heel. Dit is ik heb alleen een jingle. Ja, ja, ja. En deze naar ons. Is goed zo. Samen met jullie samen te doen. Nou, en wie weet komen we elkaar weer een keer tegen.